Goedemorgen mensen. Op deze heerlijke, frisse ochtend. Ik denk dat het een graad of 2 is. Lekker fris. En vandaag start ik met mijn eerste ablatie herstelloopje. In totaal ga ik 5 kilometer afleggen met wandelpauzes daartussenin. En dan gaan we na afloop voelen wat het in mijn lijf doet. Nu een maand geleden hebben ze bij mij ablatie uitgevoerd om mijn hartritmestoornis weg te halen, zeg maar. Een ablatie, dat maken ze via de aders in je lies. Gaan ze naar binnen en dan maken ze littekentjes in, bij mij in dit geval mijn linker boezem, rondom de longslagaders. En dit keer door middel van bevriezing. Een soort klein ballonnetje, daar gaan ze mee naar binnen en die maken ze dan heel erg koud. En dat worden dan later een soort brandwondjes wat littekens worden. En dat is allemaal goed geslaagd. Nu de uitwerking nog, dat mijn hartritmestoornis wegblijft. Wat je nog wel voelt, of wat ik nog voel, is dat het soms opstart, maar het gaat niet door. Dus ze hebben een soort geleiding. En dat is dus dat littekenweefsel. Dat zorgt ervoor dat die elektrische prikkel niet door kan slaan. En dat kan nog een 2 maanden duren. Daarna moet ik nog 24 uur met een holterkastje lopen en daarin kunnen ze uitlezen dat het echt allemaal oké is. Ook van harte natuurlijk. Na 2 weken mocht ik eigenlijk weer gaan sporten, maar verstand komt met de jaren, zeggen ze. Dus ik heb er nog 2 weken aangeplakt, waardoor ik dus nu deze lekkere frisse koude zaterdag mijn 5 kilometer rondje ga lopen met grote wandelpauzes tussenin. Ik heb een schema in mijn klokje gezet zodat ik me ook niet kan vergissen en mij per ongeluk daar niet aan kan houden, want ik merkte echt de afgelopen denk 1,5 week wel dat ik zo zin had om te gaan hardlopen, maar ja, nu rustig aan, kijk, ik krijg net een signaaltje op mijn klokje. Trainer om dan de helft van de gelopen tijd te gaan wandelen. Daar ook deze uitdorsing. Mijn windjakje aan, handschoentjes. Ik heb mijn lange panty weer aan. Want als je dan wandelt, ja, dan word je ook wel een beetje koud. Dus dan moet je je ook gaan kleden. Ik heb de camera even meegenomen, gewoon voor wat beeldjes onderweg. Even leuk. En dan 500 metertjes wandelen en dan ga ik weer lekker aan de dribbel.
hoop dat jullie weer genieten van het filmpje. De zon die komt op. Ja, ja, daar is hij. Heerlijk. En dan ga ik nu verder met mijn wandeling. Oh ja, ik loop natuurlijk op mijn nieuwe patas van Hoka One One, de Clifton 8 serie. Hij loopt echt zo lekker, heerlijk. Het heeft lekker gevroren vannacht. Het ijs, er ligt een klein laagje ijs in de sloot. Oh, ik vind het zo lekker. Heerlijk, heerlijk weertje. Al 3500 meter gewandeld. Het kan ook te gek, meneer de recreant. Hij piept weer. We mogen weer. Ik ga proberen om mijn gelopen gedeeltes rond de 6:25 te houden. Gewoon lekker rustig aan. Lekker wennen. Wat is het weer lekker om te lopen, mensen. Echt heerlijk. Het is ook allemaal een stukje vertrouwen wat je weer terug moet krijgen. Kijk, de wondjes in mijn lies, die zie je gewoon verdwijnen. Die enorme paarse plek. Gaat het langzamerhand weg. De wondjes zijn mooi dicht. Maar ja, in je hart kun je niet zien. Er zijn een soort, zeg maar, blaren gemaakt. En die blaren moeten littekens worden. Nou ja, mijn hartslag blijft lekker laag. Ik zit nu rond de 127. Lekker. Nog een kleine 100 meter. Zit deze 2 kilometer erop. Ik krijg vast weer een signaaltje. En dan ga ik weer wandelen.
staat hij al. Nou, dit is een rustpauze, herstel van een kilometer en daarna ga ik weer een kilometer dribbelen. Hartslag die zakt ook direct. Dus eigenlijk zo ik het een beetje herken van voorheen. Dat ik heel snel herstel. En het is gewoon een lekker gevoel in je koppie. De kilometer die zit er bijna op. Dan krijg ik vast alweer een signaaltje. Daar is hij. En dan gaan we lekker dribbelen. Eén kilometertje. En de helft weer wandel. Mijn eerste doorkomst was 6:29 over de kilometer. Vind ik ook goed. Zo doe ik dat meestal, dat vind ik het leuk. Dan probeer ik de volgende ook zo te lopen. Er staat een lekkere frisse wind. Straf voor over het land. Ik vind het wel lekker hoor. Ik ben met mijn laatste wandelstukje 500 meter bezig en het ging echt super lekker. Ik hoop dat ik zo thuis ben, dat ik dan niet een beetje een raar gevoel krijg zo en dan gaat het toch weer in je kop zitten. Gewoon dat je lekker doorgaat zo. Verder wens ik jullie een fijne dag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de beelden en tot de volgende keer.